Uurtje gameplay en elf nacht ben ik weer bij een nieuwe aflevering. Ik speel samen met Maze Core Fever. En ik heb er zin in. Ik ook. En ja, countdown was stoppend bij Josh. Ik ga nog een keer. Nog even iemand joinen. Oh, genau. Welke kleur ben ik? Rood. Ik ben weer roze. Waarom ben ik altijd roze? Dat goed bij jou past. Ik sluit altijd die gummen in. Ha. Kut. GG. Ah, ik dacht echt van even, ja, er was net al groen geweest. Ik dacht, ik ga er even achter. Nou, die kerst of zo. Nee, Josh heeft groen. Joshi! Joshi! Hij had ook wel echt super veel ruimte. Als ik aan Josh denk, denk ik aan Timo. Als ik aan Timo denk, denk ik aan Stengels. Hé, hey, maar. Oh, de toeter wordt zijn omgedraaid. Ja, dit is irritant. En ik ben dood. Josh denkt. Hé, hey, maar Yoshi die heeft ook nog een kleur, de kleur groen. Hey. Ja, dat is helemaal ideaal. Ik heb nog eens 0 punten, dus dat is best wel faal. Ik heb er 3. Oh, nu ben je. En ik heb pas 4 potjes gespeeld en jij had 10.000. Toch? Oeh, wie is roze? Oh ja, dat ben jij. Dank je dat je mij niet doodt. Ja, wij twee tegen elkaar. Ik kwam er net niet doorheen, anders had ik je afgesneden en was je snoep dat geweest. Yes, ik heb gewonnen. Ah, ik heb in ieder geval 2 punten. Ik heb al, gelukkig ben ik van een 0 af, dan ben ik al vrolijk zat. Ik heb 1 punt. Ik ben helemaal ingesloten. Verrek, ik heb altijd 0 punten. Nou, ja, hoe kom je dan aan 2 punten als je de hele tijd 0 hebt? Omdat ik één keer 2 had. Hey. Nou, dan heb je niet altijd 0. Dan heb je niet altijd 0. Ik heb altijd 0 nadat ik er 2 had. Verdomme. Ik word telkens afgenakt door die andere. Dit is niet meer leuk. Ik ga deze opname kappen. Nee, grapje. Grapje. Die Josh show. Je moet het gewoon een keer met superveel doen met de 6 of zo. Ja, en dan alleen maar bekende. Ja, dat is tenminste leuk. En dan doen we het wachtwoord Steve. Ja, dat is mijn naam. We hadden ook eerst zo'n geroepen, toen was ook het wachtwoord Steve. Toch? Mhm. Oh, ik ging recht door het poortje heen. Ik ging er gewoon... Hey, Jim die belt mij, mag ik hem erbij doen? Nee, hij is niet in het potje, dus doe maar niet. Wat zijn die 3 groene drie blauwe balletjes? Wat is dat? Die 3 blauwe balletjes. Kan ik nou door muren heen? Wat heb ik nou allemaal? Weet ik niet. Wow, kijk wat ik allemaal heb! Holy damn, maar je hebt wel. Je hebt super veel slowness en je had ook nog iets anders. Maar wat was weet ik niet precies. In ieder geval 6 punten, ik sta bijna voor Quest. Maar als je zo namen bent, gewoon. Okay. Kut, maak mij niet af. Ik ga jou nakken de hele dag, de hele tijd. Nee, hun nakken me alle 2. Jij bent eerste. Ah, hun nakken me alle 2. Ik heb wel 2 punten. Ik sta eerste. Ik had het tegen. Oh, fuck. Ik wil echt zo zeggen, ik sta tweede. En dan gingen de karakters doen, maar ja, ik sta geen tweede. Dus een beetje moeilijk. Ik ging eerder dood. Ik was zo close, anders was ik er nog steeds ontsnapt en had ik die Josh kunnen maken. Oké, wie staat er nu eerste? Ik, hè? Nee. Gedeeltelijk. Ja, gedeeltelijk, ja, maar zijn niet eerste. Fuck hem, echt waar. Eerst denk ik, yes, hij is mijn verlosser en nu denk ik, klootzak. Nou, mees. Hoe ga ik dit uitspelen? Niet. Ah, hij had super veel ruimte, jongen. Dat is moeilijk met al die kleine gaatjes. Ik heb er wel een beetje ervaring mee. Fuck, die quest mag niet nog. Hé, hey, daar heb ik wel een beetje ervaring mee, hoor, dus. Eeuw. Nu ben je echt een hele vieze homofiel. What the fuck, dat is niet eens een woord. Kut, Josh. Josh, 04, 11, plus 1. Dus gewoon 04, 12. Eigenlijk wel.
Wie noemt zichzelf nou Josh? Weet ik het. Mijn ouders. Zielig. Nee, grapje. Ja, moet mij Josh heten. Ik wil Joshie heten. Nee, Werder kijkt een Josh. Werder dat het mij niet boeit. Ja, echt aardig. Kijk hoeveel slowness je hebt. Ik had echt alles en nog wat. Ik weet niet meer wat dat was. Ik heb 0 punten. Bam, jongen, ik voel me echt goed. Ik hou je gewoon in, man. Bam. I can't get you. Oh, die is juist fijn. Die is slow. Wow. Heb je goed. Doe je mens. Enemy slowness. Kut, Steve. Ja, ik wil liever dat jij wint dan dat Josh wint. Josh die was meteen dood door mij. Ik heb iedereen met mijn eigen handen gewoon vermoord. Baas. Met je eigen handen? Nee, met mijn handen. Nou goed. Ja, oké. Okay. Vind ik ook goed. Zie al die ribbeltjes in mijn lijn? Ga ik door mijn eigen lijn dood. God, ik dacht even, ik kan er doorheen. Toen dacht ik, nee, ik kan er niet meer doorheen. En toen dacht ik, ik ga er doorheen. En toen dacht ik, ik ben dood. Ja, en toen dacht ik. Oh, ik zei wel, eerste. Gedeeltelijk. Oh, ik zei het tegelijkertijd. Oh, chips, ik zat niet op te Karma letten. Bitch. Ik zat niet op te letten. Josh moet dood. Dit is best wel knap, gewoon dat het spel gewoon alles zo. Dat we precies tegelijk. Dat jij precies tegelijk ziet wat hij ziet. Hoe vaak ga je dat nog zeggen? 10.000 keer. Ah, fuck, ik was net te dik. Ik heb pas 1 keer ervoor gezegd, maar ik dacht ik moet even een opname zeggen, ja? Oké. Probleem ja, mee? Je gaat telkens dood, hè? Je bent echt noob. Je begon nog zo goed. En dan patch oh. Je het weer. Hè, waar was ik? Ik ga steeds te vroeg dood. Vroeg dood. Ah, maar waar? Ik zag niet waar ik was. Ik was mezelf kwijt. Ah, hey. Dat ben je wel vaker. Ik ben de weg kwijt. Gaat hij die bocht nemen? Daar was gewoon een heel oep vlakje. Oh, overal roze. Oh nee, ik spawn precies naast die oranje. Pink voor de win. Gay. Oh, dat had ik niet door. Josh moet even snel dood. Wie gaf die dikheid zijn? Oh, nee. Nee, Josh moet laatste worden. Maak Josh. Vol op Josh. Ja, ga jij maar vol op Josh. Ik ga best focus op te winnen. Jij gaat zo snel dood, jij. Ja, maar Josh die nakt mij. Jij moet winnen, ouwe. Josh heeft al sowieso gewonnen. Nee. 30-30. Ah, wie heeft er nu gewonnen? Nee, we hebben Tabriek. Nu hebben we hier een Tabriek. Hier, wie 31 heeft, die wint nu bijvoorbeeld. En blijf doorgaan tot de ene 2 punten meer heeft dan de ander. Dus Josh moet even snel dood. Oeh. Ik probeer hem echt af te maken. Kut. Ja. Als je dit wint, heb je gewonnen. GG. Bam, jongen. We hebben echt 10.000 keer opgenomen voordat je won. Nee, een grapje. Gelijk. Het is de eerste keer, Swaga. Oké, jij hebt min 2, dus je bent slecht. Min 2? Mhm. Wat doe je min 2? Kijk, kom nog een potje. Oh, er zijn lekker voor gejoind. Dat wordt leuk, nu zijn er heel veel mensen. Oké, nog een potje. Kijk of nog een keer kan winnen. 50 punten! Ik kan niet leven. Waar moet ik terug? Oh, ik weet in ieder geval dat de spelers nu aan het laden zijn. En ik ben weer roze. Oh chips, hoe heet je potje ook alweer? Curve. Waar staat die? Weet ik het. Je moet even snel joinen, want nu zijn er tenminste nog wat mensen in. Nee, ik kan hem niet vinden. Ja, en nu is iedereen eruit. GG, mees. Oké, nu is die vol. Ah. Hey, ik ga maar kijken dan. Nee, ik gooi er iemand uit. Gewoon wachten tot iemand weg is en dan ga je erin. Oeh, oh.
Hoe ga ik nou weer weg? Curve. Is er iemand uit? Gooi er iemand uit? Kan niet. Oh. XP Toto wil ik eruit. Ten, 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 ten. Ah, oh, nu moet iemand uit. Hoppa, snel. Oh. Join, 3. Kan niet, ja. 1. Oh, yes. ik moet stoppen. Oh, dan ga je maar. Ik neem wel verder op aan jullie. Mazo. Mazo. Nou jongens, nu ben ik alleen nog een eentje over. Ik ga gewoon weer proberen te winnen. Het zal vast niet... Ja, ik denk wel dat het moeilijk zou worden, maar... Weet je, boeien. Echt, heel dit scherm zit propvol. Vind ik wel grappig. Ja, ik ben dood. Ja. Die was te verwachten. Ik heb 1 punt, dat is klote. Even kijken wat die anderen gaan doen. Ik hoop dat ze elkaar afmaken, dat is wel het handigst. En Josh heeft gewonnen. Nee, niet Josh, dat mag niet. Dat is verboden, anti-Josh wet. Oké, we moeten even zorgen dat Josh niet wint, want die had net bijna voor mij gewonnen. Dat permitteer ik niet. En supersnelheid. Ah. Ik dacht even iedereen afsnijden. Alleen supersnelheid is best wel KUD. Dat is echt irritant. Ik weet eigenlijk niet eens waarom ik het oppakte. Ik dacht, goeie moed, ik ga iedereen afsnijden en vermoorden. Maar blijkbaar viel dat pittig tegen. Chomakchiksk. Wat? Marsjeziek. Ik weet echt niet wat de fuck dat voor naam is. Pool of zo, of een Duitser, ik weet het niet. Maakt niet heel veel uit ook eigenlijk. Nee. Aan de kant, bitch. Doei Josh, die is dood. Ah! Het is dat ik die kutspiet op moest pakken, anders had ik het gewoon gewonnen van die Loyo. Nou, ik heb in ieder geval weer wat punten verdiend, dus dat is wel weer mooi dan. Aan de andere kant. Fuck, waarom? Ik dacht ik ga wat treffelen, want anders hou ik het toch niet uit. Maar... Echt. Bleh. Waarom? Ik sta weer heel erg laag. Dat was nu net eerst ook. Toen heb ik ook weten te winnen. Dus waarom zou dat niet weer lukken? Oké, M dan. Is echt niet meer leuk. Ook een beetje saai zijn geweest trouwens. Ik weet niet of je even aan Skype hoort. Nu zag jullie allemaal dingen die jullie niet horen te zien. Maar dat geeft niet. Even kijken, pak een dikke pizza op, dan ga ik hem hier zo afsnijden. Oh, waarom moet ik altijd zo slim zijn? Haha, nu zijn jullie lekker slim. By the way, was ik ook niet al te snel, maar... I don't give a fuck. Oh, still bitches. Ik heb gewonnen. Oh, ben ik hierin? Ah, jammer. Oké. Iedereen pakt hem bijna. Ah, jemig. Stomme marziekwitsk of zoiets. Hij snijdt mij fucking hard af. Oké, lekker. Quest is ook down. Josh heeft gewonnen. Dat is dan weer wat minder goed. Maar ja, het moet nou eenmaal. Even kijken. Ik sta nu gedeeld laatste. Dat is niet zo best. Ik moet even weer een potje winnen om weer omhoog te komen. Zo. We zijn tegen elkaar aan het vechten. Ik ga de rust te glans. Nee. Fuck, hij was zo fucking snel, Pent. Lag. Nou, jammer voor dat je lag hebt. Ik sta nu derde, dus
En ik zou aardig wat punten achter op Josh, maar die zag dat Josh weer wint. You never know, hè? Die is in ieder geval dood. Doei, Josh. Ja, ik ben dood. Wat? Yes, ik kwam er echt nog heel close doorheen, hoor. What the fuck? Dat was echt ziek. Oké, we gaan gewoon weer proberen te winnen. We lopen al nu nog een stuk minder punten achter op Josh en op alle anderen. Dus waarom zouden we niet kunnen winnen? Huh? Als we toch al op dreef zijn. Even een rondje maken. Even deze oppakken. Dan worden we helemaal gek. En ik heb weer gewonnen. Dit gaat de goede kant op. Misschien kan ik wel weer winnen, net als de vorige keer. Dat zou even vet zijn. Oké, ik loop nu nog maar 3 punten achter. Als dit zo door blijft gaan. Kut. Oh, gelukkig. Oh, I'm so lucky right now. Oké, laten we elkaar maar uitmoorden. Fuck jullie. Heb ik gewonnen? Bam, ik heb weer gewonnen. Ik sta nu eerst, hè, jongens. Dit gaat de goede kant op. Trouwens, ik vraag het eigenlijk bij elke game die ik speel. Wat vinden jullie van Curfever? Vinden jullie het leuk of vinden jullie het niet leuk? Als jullie het leuk vinden, moet ik het dan meer gaan doen of niet? Jullie idee. Mij maakt het niet zoveel uit. Ik dacht dat Mace ook een Curfever net online had gegooid. Weet ik niet zeker. Ga ik ook nog even kijken of dat wel zo is en of het wel een mooie gameplay is. Anders tolereer ik het niet. Helaas ben ik even dood gegaan. Beter gaat die chocolamarix. Nee, jammer. Ah, shit. Ik sta weer een punt achter. Ik noem hem gewoon Mar. Chocolamar. Klinkt eigenlijk nog best wel grappig. Chocolamar. Oké. Let's kill some people. Ah, ik ben dood. Sorry, ik zeg alvast like, subscribe, abonneer. Ik ga even goed luisteren. En anders doe ik even de video opeens afsluiten. Niet dat jullie nu denken van, fuck. Ik heb jullie even wel gewaarschuwd nu. Ik weet niet wat er gaat gebeuren nu. Nou, ik zeg bye.